war in Syria is entering its fifth year, and with the refugee crisis, it poses a huge dilemma for Europe. Will we keep our borders open, or do we think we can solve the problem by giving extra money for reception in the region? But what does that even mean, reception in the region? We accompanied UN Special Representative in Lebanon, Sigrid Kaag. Als in Libanon nog fragieler wordt gemaakt bij het uitblijven van voldoende financiële politieke steun of omdat het gewoon een te zware last is geworden, dan is het einde zoek voor zowel Libanon als Europa. This is Backlight. Welcome to a journey through an explosive region. Mastermind, ringleader, and Abdel Salam, who is the alleged eighth attacker from Friday, are not among those in custody. He's been on the run ever since. The impression that authorities had was that he was back inside ISIS territory, inside Syria or Iraq, but now we're being led to believe that that may not be the case. While the world continues to intensify its military strikes against IS, Sigrid Kaag, UN Special Representative in Lebanon, is faced with a huge task. In addition to Paris, Beirut was also hit by a devastating IS bomb attack, which killed 43 and injured 239 people. The Secretary General said in the aftermath of other terrorist bombings in recent days, notably in Beirut and Baghdad, the world is seeing the continuing peril of terrorism and the mounting threat of Daesh. Kaag, as the highest UN representative, has to make sure she keeps up with the times to preserve the precarious balance in Lebanon and prevent any escalation in an already fragile region. Within the UN, Kaag has a long track record. As a high-level diplomat with lots of experience in the Arab world, she was asked 2 years ago to lead the negotiations on removing Syria's chemical weapons. I wonder where Adam is. Do you think we have time to grab a coffee? You're meeting with Mr. Kaag. As special representative for Lebanon, she now has to build contact with all the different parties in the region and report back to headquarters in New York. After the attacks in Paris and Beirut, Kaag is back at headquarters. Behind closed doors, she has to report to the Secretary General and the Security Council. At her post in Lebanon, war is never far away. Not even 25 years ago, a bloody civil war ended here. The country was then plagued by armed conflict with neighbouring country Israel. Now, war is as close as it can be. The apparent calm in Lebanon is relative because the border with Syria is only 45 kilometres away. And the consequences of the civil war raging there are visible in Lebanon every day. Over 1 million refugees have already crossed the border, and the threat of attacks is present every day. We're witnessing today, collectively, the largest global displacement of people since World War II, and as you know, most of these are Syrian. The impact of the conflict in the Middle East is a stark reminder of the urgent need to deal with the root causes of human tragedy. Political settlements. To understand the full implications of reception in the region in such an explosive area, we follow Sigrid Kaag on her mission from the northern border with Syria to the southern border with Israel. We
We go back to the northern district of Akkar, where the first refugees crossed the border 5 years ago. Oh, it's urgent. Wacht even, ik moet even iemand bellen. Nee, toch. Hey, hi, what's up? You gave me a heart attack. Is everything okay? When you say it's urgent, it's gotta be bad news. We follow Kaag on a visit to the improvised settlement of a family of Syrian refugees who pay $800 a year to set up their tents on a plot of Lebanese farmland. As the head of all UN aid organizations, she wants to inspect the conditions in this improvised camp. Hello, how do you do? Nice to meet you. Hello, how do you do? Hello, how do you do? Sigrid Kaag. Nice to meet you. Welcome. Thank you. Thank you. Are you having questions? The first time. Yeah, that's fine. Tal. Ali Mansour. Yalla, تفضل. تخافوش عندي ولدين كمان بنتين وولدين نعم اسمه مكرم اسمه ادم صاروا كبار هلا شوي اكبر منهم واحده جنة واحده ايناس يوسفيه زيكم كانوا زيكم الله يخلي لك اياهم كمان ان شاء الله الافضل ظروف افضل بالمستقبل يعني والعودة لسوريا طبعا ان شاء الله بنرجع شو اسمك يا حلوه لمنيا رحتي المدرسه قبل لسه تحبي تعلمي؟ أكيد أكيد شعب سوري عظيم يعني شاطرين بالثقافة باللغة بالمعلومات الكل زرت سوريا عدد مرات كنت مقيمة في سوريا كمان في دمشق كتير حلوة كتير حلوة نعم 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 ما في شيء مثل بلده نعم اللي كل مخاف من الاحياء من العقارب اكل ما في تغذيه ما في يعني ما عم تكفينا بالشتاء ما في مازوت نتدفى بيشعلوا من ثياب اولادهم لحتى يدفوا اولادهم كمان صار تمرض الاطفال من الريحه مازوت ما في التغذيه كمان ما عم تكفي Kun je je dus voorstellen dat er opeens, laten we zeggen we zijn 17 miljoen in Nederland, dus 5,5 miljoen mensen of 4,5 miljoen mensen opeens de grens overkomen. Of mensen gestaag in een periode van 2-3 jaar zijn er 4,5 miljoen mensen bijgekomen. En is dit gebied daardoor ook zeg maar gevaarlijker geworden? Het is moeilijk in te schatten. Ik denk er zijn twee dingen. Met de armoede maken we ons altijd meer zorgen en gebrek aan kans sowieso over radicalisering en radicaliserende elementen. Dat, de aantrekkingskracht van conflict op een hele negatieve wijze natuurlijk. Het tweede belangrijke is dat het groot aantal vluchtelingen, gezinnen, niets heeft, weinig om van te leven. En dan is het natuurlijk ook het risico dat je in het net valt van een extremere groepering, dat je makkelijker te recruteren bent. Zijn groepen als IS, zijn die hier ook actief? In de stad als Tripoli heb je bijvoorbeeld een aantal aanhangers van IS. Kijk, je kunt natuurlijk heel makkelijk aanhanger worden, maar een grote basis hebben of een basis hebben, die indruk op grond van de informatie die we hebben van Libanese veiligheidsdiensten, dat niet. Maar wat we over het hele land zien, zijn er dagelijks arrestaties, preventieve operaties door de veiligheidsdiensten, inclusief het leger.
Er zijn een aantal ongelukken met die zelfgemaakte explosieven die aan de rand van de weg zijn blijven liggen. Dat is in dit gebied ook zo. Dat komt voor. Komt dagelijks voor. Ja. Ja. What does? Where were we going again? We should go to the left part. Oh ja, dat is waar. Lebanese Armed Forces. Ja. Daarna gaan we naar het leger. Die dus inderdaad ook een heroïsche daad hier in het noorden uitvoeren. We continue on to a military post on the Syrian border. Not that long ago, skirmishes took place on this northern border between the Lebanese army and infiltrated IS fighters from Syria. Kaag wants to see what's needed to dam up illegal crossing points. We are in Chadra, it's called mm-hmm. town called Chadra. Mm-hmm. What we have between us and the Syrian is the Syrian border is the river. Yeah. We call it the northern river. Yeah, okay. So the part before it, it's Lebanon. The part after the trees is going. And the opposite side. In the opposite, it's the Syrian territories. Yeah. Mm. Today nothing happened? Today no news? No news. No news. No news. No news. What are the points where they're trying to cross? They know that we are observing, and they try to go by other places that are covered by our ambushes and our patrols. So. And then you cannot see them. Not everybody. If they come from here, we can see them. The illegal crossing points. We have the illegal crossing point that they can go when we see them, when we are in the towers. And in other places, we cover that with the ambushes and with the patrols we have. Since Kaag's appointment to Beirut, her family has followed her from their previous residence, Jerusalem. There, her husband was junior minister of health under Yasser Arafat. I have to check who else would like coffee. Would you mind pouring two more, please? I think we are... I forgot to count now, actually. Sorry, I'll pour out this one. Ik weet niet hoeveel mensen eigenlijk koffie wilden. How many wanted coffee? I had my coffee. Yeah? Adam, do you have some coffee? Yes or no? No? This was the guy yesterday we had the dinner with. He is, I didn't know that the president of the French Senate is in a way the vice president, is number two of the state of France. Mm. You have a math exam, no, soon? According to the et cetera people? Adam? Monday already? Yeah, but it's time. It's timed or? It's tiny. Ah, were you ready for it? Yeah. Candy. Good boy. Iedereen denkt altijd dat ik Arabisch heb geleerd van mijn man. Is niet zo. Ik heb Midden-Oostenstudie gedaan met Arabisch. Daarna ben ik naar Oxford gegaan. Heb ik internationale betrekkingen en Midden-Oostenstudie gedaan. Daarna heb ik vrijwilligerswerk gedaan. Op de westelijke Jordaan-oever. Toen ben ik bij Shell gaan werken, toen heb ik weer Arabische les gehad. Daarna heb ik het krasje gedaan, ben bij Buitenlandse Zaken gaan werken en toen ben ik mijn man tegengekomen. En uw man was? Mijn man is geboren in Jeruzalem, is Palestijn. Deze foto is genomen, denk ik, een maand of 6 weken geleden voor het overlijden van Arafat in Ramallah. En ik bleef maar tegen mijn man zeggen, iedereen die ooit maar in de Palestijnse gebieden heeft gewerkt, heeft een foto met Arafat, behalve je eigen kinderen. En dit is natuurlijk Ines. Dit is Ines, ja. De hele lange dame nu. Dit is Adam, die hier het net had over zijn huiswerk. Yes. Toen ook al ondeugend. Dit is Makram, die je net naar zijn bijles hebt zien vertrekken. Met een baard nu. Yeah. En Janna heb je helaas niet gezien. En die zit nu in Engeland. Oh, die studeert? Die studeert daar, ja. Die studeert rechten. En dit, wat is dit hier achter? Dit is een brief. Dat schijnt zeldzamer te zijn dan ik me realiseerde toen ik hem ontving. Dat is een brief van president Obama... om speciale dankzegging te doen voor wat er staat, de buitengewone verdiensten als speciaal coördinator voor de organisatie van het verbod op chemische wapens, Verenigde Naties gezamenlijke missie in Syrië. En het ging dus over vrede, veiligheid en de regio. Maar dat die is erin. Van de president zelf? Van de president zelf, ja. Dat is heel bijzonder. Ja, het is heel bijzonder.
I'm deeply honored, and I'm mostly humbled to be entrusted with this very complex and challenging assignment. Het was zo intensief. Ik kwam aan het hoofd van een missie te staan en een enorme krappe tijdsperiode om iets te proberen wat men normaal niet doet op deze manier in een land in oorlog. Maar we hebben met alle partijen gewerkt. Met de autoriteiten in Damascus, heel nauw samengewerkt met Moskou, met Washington, met andere landen van de P5 uiteraard. Met iedereen die een zogenaamde stakeholder geïnteresseerde partij was. Maar als ik het zo hoor, klinkt het alsof je op meerdere schaakborden tegelijkertijd aan het schaken bent. Moet ik me zoiets voorstellen? Ik denk het wel. Ik kan niet schaken, maar inderdaad, je bent met verschillende panelen bezig. Ja. En misschien in verschillende toneelstukken, wie weet. En dat betekent ook dat men een enorm vertrouwen moet hebben in u. Ja, partijen, toch? Lijkt maar dat moet je opbouwen. Dat moet je eerst opbouwen en dan moet je zorgen dat je het niet verliest. We've had a very productive week this week, particularly in Damascus, and I'll be flying out to speak to the conference of state parties. Wat moet een goede onderhandelaar in huis hebben? Wat een goede onderhandelaar in huis moet hebben? Een goede onderhandelaar moet sowieso weten waar hij het over heeft, hij of zij. Ik denk dat je enorm flexibel moet kunnen zijn. Je moet goed sociaal kunnen communiceren. Je moet vooral ook, denk ik, een soort intuïtie hebben waarbij je de signalen, de niet-verbale communicatie en signalen oppikt. Ik denk ook dat je een affiniteit met je dossier moet hebben en daarom ook met anderen. Affiniteit met het dossier. Dat wil niet zeggen dat je een affiniteit moet hebben voor iedereen die je ontmoet. Want vaak, je onderhandelt niet met je beste vrienden uiteindelijk vaak. Zeker niet op politieke kwesties. En dan moet je er gewoon een passie hebben, denk ik, voor je vak. Voor welk vak dan ook. Of het nou onderhandelen is, of arts zijn, of jurist. Ik denk dat een passie heel belangrijk is. Heel veel tegenslagen kunnen incasseren. Tijdens het klasje bij Buitenlandse Zaken deden we een cursus onderhandelen op Klingendaal. Een heel goed advies was ook gewoon fit zijn, want onderhandelingen kunnen heel lang doorgaan. Dus zo'n marathonachtig, weet je wel, uithoudingsvermogen. Then we travel to the very south of Lebanon, right up to the border with Israel, where tensions are still tangible. In 2006, it was here that a border war broke out between Lebanese Hezbollah fighters and the Israeli army. In januari, toen was ik net met mijn baan begonnen, toen hadden we al een serieus incident, dus in het zuiden, twee eigenlijk. Eén is ook een Spaanse soldaat bij UNIFIL is daar aan zijn verwonding overleden. Maar het was ook, en het was het grote risico dat het inderdaad zou gaan leiden tot een groter conflict. As the UN's highest representative, Kaag is also responsible for the 10,000 troops of UNIFIL, the UN's peacekeeping force stationed in Lebanon to supervise a very fragile truce. En ik bezoek vaak ook de troepen van UNIFIL, dat waarderen ze, omdat ik de vertegenwoordiger van de SG ben. En het is altijd goed om mensen in het veld te zien. En je leert altijd iets. En het is ook een beetje inderdaad gewoon die verbinding continu blijven houden. Ja. Maar ook op persoonlijk vlak. Ja. En ze vinden het kennelijk. Iedereen stelt altijd enorm op prijs dat je komt. We visit the Blue Line, the buffer zone instituted by the UN between Israel and Lebanon. Incidents still occur here regularly, threatening the apparent calm at the border.
Right now, it's the Ghanaian battle that's responsible for keeping the peace in this border area. Lieutenant Xavier Kleinam Ketote, reporting, Your Honor. Mention your name, I'm going to mention your name. FCP will be their composition commander, PB him. Warrant officer, class 1, W1 Toku Francis, Ops assistant. Leading seaman Abla de Frank, radio operator, Bravo Company. Thank you. This is a blue barrel. It is codenamed Bravo Papa 11. And series of these blue barrels, as you can see, have been directed along the technical fence. An imaginary line drawn through this blue barrel depicts the blue line, which serves as the internally accepted line of withdrawal of IDF from southern Lebanon. Any crossover, the blue line, is a violation. And hence, normally, we would report to Sector West Dock through Gamba Tactical Operation Center. In the direction of my hand, of about 2.6 kilometers, the general settlement in that area is called Aitashab. Aitashab is a Muslim community and believed to be the stronghold of Hezbollah fighters within Gamba's area of responsibility. Well, in the direction of my hand, on a high ground there, are two observation posts, one on the left and one on the right, with flags hoisted on them. The two observation posts are separated by a straight fence. The observation post on the left is a Lebanese Armed Forces observation post. Okay. It is codenamed Lima 117. The structure you see just in front of us here, it is the closest IDF position in Sector West deployment. It is believed to be their tank unit. Bravo 30 now has become a significant and a key terrain in UNIFIL deployment here in Lebanon due to an incident that happened in July 2006, which orchestrated the 34 days war in July and August 2006. The details of this incident is that on the 12th day of July 2006, IDF, that is Israeli Defense Force soldiers who were returning from a one-man tour along the blue line, were on their way back to a base camp. Hezbollah fighters, who are believed to be from Aitashab, had come to lay an ambush. They succeeded in killing 8 of these Israeli Defense Force soldiers. They wounded 6 and captured 2 of the soldiers. We visit a village at the border with Israel, Bint Shebael, where the destruction wrought by the many border wars with Israel has left its mark on everyday life. Kijk, hier is Bin Jebel. Hier is Bin Jebel. Dit is, zou ik zeggen, is allemaal Israël. We spreken daar met vertegenwoordigers van de gemeente, de burgemeester, een aantal leden van het parlement, Hezbollah en andere lokale vertegenwoordigers over de situatie. Het is dus meer, dat is deels politiek, een beetje veiligheid en natuurlijk ook samenwerking. Het is zo dat Hezbollah een enorme presentie hier heeft en ook zijn politieke basis heeft en naar geacht ook dus zijn militaire krachtenveld hier heeft liggen. Waarom is het voor jou belangrijk contact met hen? Ze zijn een van de partijen. Ze zitten ook in de regering en het zijn een van de partijen bij het conflict. In the Syrian conflict, Hezbollah has chosen Assad's side. As UN representative, Kaag is impartial, so she is one of the few parties able to talk to Hezbollah. Je praat juist met iedereen, juist om te weten wat er speelt, waar de risico's liggen, hoe men elkaar bekijkt en hoe zij van beide partijen, of het kan om meer dan twee partijen gaan, hoe men de risico's op dit moment inschat. Dan weet je beter of je nog actiever moet worden, of dat je kunt zeggen, nou, dat is wel oké voor het moment. Dus dat is continu, het is eigenlijk continu een soort naar de arts gaan in feite om te zeggen, hoe staat het ermee?
Kijk, zwarte vlaggen vanwege Ashura. Ja. Een Shiïtische religieus belangrijk moment in het jaar. Dat is vandaag. Het is morgen officieel, nee, zaterdag officieel, maar het is een periode van 10 dagen. Zijn dat martelaren? Nou ja, zogenaamde martelaren. Strijders, ja. Maar wel die omgekomen zijn. Ja, ja. Waarschijnlijk bij een of andere terroristische actie. Hoe is het met de veiligheid als je nu naar dat zuiden gaat? Jij reist met constant met een ongeveer een stuk of nou, misschien wel 8, 9, 10 mannen om je heen. Mm-hmm. 3 auto's ervoor, 2 auto's erachter. Hoe voelt dat voor jou? Om zo te leven eigenlijk? Ja, ik let er niet meer zoveel op. Als je dat gaat doen, dan gaat het niet meer. Ik doe het ook al 2 jaar. In Syrië was het natuurlijk veel strakker nog. Nog veel heftiger. Ja. Daar kon je ook niet de straat op en zo. Dus dat was lastiger. Wat moet je dan de hele tijd binnen zitten? Ja. In Syrië heb ik zelfs binnen gezeten. Mag je echt letterlijk niet naar buiten? Nee, niet met mijn profiel. Nee. En ook niet naar een restaurant? Of? Ja, dat deed ik af en toe wel, maar dat had dan zoveel. Dat veroorzaakte zoveel werk en gedoe dat ik dacht, nou laat maar. Weet je, het ironische natuurlijk altijd is, je kunt met een heel konvooi blijven reizen, maar als iemand besluit dat jij een doelwit bent, dan is het niet een kwestie van, ik denk niet dat je het uiteindelijk kunt voorkomen. Want er zijn heel veel middelen waarbij je tegenwoordig iemand naar de andere wereld kunt helpen. Dan maakt het niet uit of je met 6 of met 8 auto's rijdt. Nee, ik denk het niet. Before a conversation behind closed doors takes place, there's a meeting with Hezbollah members of parliament for the local Arabic press. طبعا رحبنا بسعادة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في هذه المدينة بنت جبيل والتي تأتي زيارتها في إطار يعني الجولة اللي عم تقوم فيها وشاهدت بأم العين إرادة الحياة التي يعبر عنها أبناء الجنوب وأبناء هذه المنطقة بالتحديد في مواجهة إرادة القتل والتدمير الذي مارسها العدو الإسرائيلي بخاصة اتجاه مدينة بنت جبيل واتجاه سوق بنت جبيل واتجاه تاريخ هذه المدينة وتراثها لكن بفضل إرادة أبناء هذه المنطقة وتضحيات الشهداء والدماء التي بذلت أعيد إعمار هذه المنطقة بعدما حررت في عام 2000 ومنع العدو من احتلالها في عام 2006 جيتي على السوق قبل هلا ولا هيدا اول هلا بعد الجوله بعد الجوله هيدا السوق سوق تاريخي نعم تاريخي بدمروها كمان وين عندكم شيء هيك هيدا السوق نعم عمره اكثر من 30 اه اوكي هيدا من اهم ايام العثمان قبل ساعه ايام العثمان This is our building was totally destroyed during the war totally destroyed Five floors. هذا السوق نعم and in 19 I think 77 إسرائيل بمباردت ذا السوق during the market يعني مثل هلا مثل هاي الايام والعالم كله هون lot of people were killed in this السوق شهور صيفية بيعوا كل المحاصيل والماشية تاريخي جدا
Je moet Libanon niet voor lief nemen. Nee. Het is een het is niet uniek land, het is niet geïsoleerd. Het is niet geïsoleerd. Het heeft de pluralisme van de samenleving. Het kan een punt van kracht en sterkte zijn, maar het kan ook iets zijn wat kan worden uitgebuit heel makkelijk. En daar is dus weer die komst van de bijna 1,2 miljoen Soenitische vluchtelingen. Ja. Is voor Libanezen met hun geschiedenis, waar alles is gebaseerd in feite op je religieuze achtergrond. Ja. Welke religieuze stroming of groepering je toehoort. Het feit dat er opeens 25% van de bevolking van één stroming behoort. Heeft opeens ook politieke gevolgen. Ja, want dat nu houdt... nog niet, maar zou het kunnen hebben. In de toekomst, in bedoel de toekomst, je dan? Ja. En dat is heel beangstigend voor veel mensen, want ze zijn eigenlijk nog maar net een burgeroorlog uitgekomen. Ja. Want alles heeft met alles te maken. Alles heeft met alles te maken, ja. Maar het is altijd zo. Vandaar dus inderdaad ook dat als men in Europa bijvoorbeeld zegt, nou opvang in de regio, dat moet dan maar gewoon doorgaan. Dan heeft men niet helemaal, dan staat men niet voldoende stil bij de enorme last die een land als Libanon al heeft gedragen en hoe zwaar het weegt en hoe gevaarlijk het kan worden. Officially, Lebanon and Israel are still at war. To monitor the tense situation of the blue line between these neighboring countries, Kaag regularly travels to the other side of the border, visiting the opposing side to consult with her counterparts at the Ministries of Foreign Affairs and Defense. But it's also a homecoming. Before she was stationed in Beirut, she lived with her husband and children in East Jerusalem, on the Palestinian side of the town, in his family home. We zijn in Oost-Jeruzalem. Daar kijk je natuurlijk uit op de oude stadsmuren daar. En dit is Palestijns bewoond. Hier is meer gemeleerd. Daar heb je Silwan, de Israëli's noemen ook een deel daarvan de stad van David. Dat is ook heilig, heel belangrijk. Dit is ons huis. Mijn man is in een heel oud huis, 100 meter hier vandaan geboren. Ik hoorde je zeggen van, dit is de plek waar ik me eigenlijk echt thuis voel. Dit is mijn home. Ja, ja. Is dat hoe je het voelt? Ja, vanwege de vrienden en familie. We zitten op een soort klein eilandje in een stad. Met al zijn problemen is het vaak als je hier bent, heb je eigenlijk helemaal geen zin meer om het nog het balkon te verlaten, laat staan de tuin. Mijn kinderen zijn hier naar school gegaan, de oudste is hier naar de peuterschool gegaan. Dus een aantal fasen in het leven inderdaad. Ja. Het is inderdaad een hele belangrijke basis. Een plek waar iedereen naartoe kan komen. Versnelling van de verslechtering, om het maar zo uit te leggen. Versnelling van verslechtering in de regio is ook wel dusdanig dat je nog eigenlijk steeds beter moet gaan opletten. Ja. En ook niet zogenaamd stabiele situaties, maar voor lief moet nemen. Ja. Het grote probleem van de blauwe lijn, dus de grens Libanon-Israël, is aan de ene kant wil geen enkele partij verslechtering of een escalatie. Uh-huh. Maar als er iets mis zou gaan op grond van verkeerde inschatting, verkeerde besluitvorming, dat dan Libanon er enorm onder zal lijden. Kijk, het geachte wapenarsenaal van Hezbollah is van een ander kaliber tegenwoordig dan voorheen. Ja. Dat zeggen ze ook zelf iedere keer. En de Israëlische reactie daarop is ook altijd van, nou, we maken ons zorgen, we willen proberen alles te vermijden, zegt Hezbollah ook. Maar als er wat gebeurt, dan is het antwoord ook heel duidelijk. En de burgerbevolking van Libanon is dan uiteindelijk daar het slachtoffer. En elke oorlog, elk conflict gaat het, wat mij betreft, altijd zijn de burgers altijd het slachtoffer. Ja.
En wij gaan nu naar... We gaan nu toch weer naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Okay. Voor een laatste werkoverleg. En dan zit ik nog steeds te denken of ik nog weer terug naar huis zal gaan op mijn balkon te gaan zitten. Of dat ik alvast doorga naar Amman, want dan heb ik de reis maar achter de rug. Dan heb je dat maar gehad. Ja, maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te vertrekken. For now, the Israelis seem to be keeping a low profile in the conflict in Syria. But there is continuous consultation going on to maintain the precarious balance. Is that Janna? Yeah. Janna, I think you've gone out really late last night. Hello. Hello. Did you have a nice evening? How are you? Good? Yeah? Yeah, I went to sleep so early. Listen, I'm coming to the UK either 15th or 16th. I don't know about your weekend, if you have like exams after that or something. No, I don't. I don't have exams till May. I only have assignments. Oh, okay. Well, assignment. Okay. So shall I come on the Saturday then? We spend the weekend in London. So in London we can blijven, of niet? Yeah. Ja, dat is wel een goed idee. Ik kom dan op zaterdag aan en dan ik ga dan... Nee, wacht even. Ik kom zaterdag... Nee, maandag is 16 november. Dan kom ik op 14 november aan. Dan kunnen we het weekend in Londen blijven. Dan ga jij weer terug en ik heb maandag dan vergaderingen. Ik ga daarna door naar New York. Ja, maar ik kan ook tot maandag blijven. Nee, ziet er gezond uit. Je huid dus ziet er ook heel gezond uit. Ja. Oké, shall we go? Oké, kom jij ook mee? You coming too? Kom jij ook? Ja? Oké. Okay. Maar ik wil even mijn portemonnee nemen trouwens, jongens. Ja. Wat betekent het voor de mensen die hier wonen om zo dicht bij een crisis te zitten en daar nu ook de gevolgen van te ondervinden? Voor de Libanezen heeft het een stukje existentiële angst. Van wat blijft er dan nog van Libanon over? Wie is er dan nog Libanees in de toekomst? Met angst voor uiteraard voor de politieke identiteit. Nationale gehalte, maar ook sociaal-economisch. En dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal, dat de vluchtelingen wonen daar meer, voor het merendeel waar de armere lagen van de Libanese bevolking zitten. Dus dat kan ook nog nieuwe spanningen oproepen. Ja, ik ga erin aan bed. Ja. 72 kilo. Oké, ja, dat gaat. Kief, Habal? Mensen, het haal? Zal er maar veel mensen zeker? Nou, wat heb je misschien? Ik heb zeker het gehad, dokter. Ik heb het nog steeds mee. Wat is het? Ik heb het بنص الثماني. اوه ورجع الدكتور وانطاني بلعات وانطاني حكمه والحمد الحمد لله ماشي الحال. مرحبا. علي على ايدك لناخذ الضغط لنشوف اذا منه او لا. وعدا عمرك انت؟ عمري 19 سنه. وانت من وين؟ من سوريا من حلب. وانت هون من زمان؟ لي 4 سنين. ليش تركت الحلب؟ لأنها خربت. يعني ما ظل الأمان أبداً. يعني خفنا على حالنا وإذا جاني أولاد بعدين وين بدي يروح فيهم؟ فأجينا لهون. كيف الوضع هنيك هلا؟ مش منيح. يعني عم نشوف الأخبار ومش منيح أبداً. What happens to a newborn here in Lebanon? What kind of status do these babies have at that moment? Are they Lebanese? Are they Syrian? No. What are they? Never Lebanese, never. As Syrian. They are Syrian? Yes. But they don't have a passport. Never. Do they? Never. Never the Lebanese nationality. So they actually don't have a nationality at that point? No. Just registered in UNHCR. If they will have ID or something, they must go to Syria to make the registration and come back to Lebanon.
Er zijn geloof ik al 50.000 baby's geboren in de afgelopen vier jaar. Dat wordt een hele groep in de bevolking die eigenlijk geen status heeft straks. Ja, nou, wat roept dat op voor een probleem? Dat is ook het probleem. Daar hebben we het ook over met de regering. Per gezinslid boven de 15 jaar moet men om de 6 maanden het verblijfsvergunning vernieuwen. Aan raison van $200 per persoon. Maar dat hebben die mensen niet. Dus die zijn dan daarna de facto ook nog weer illegaal. En in illegaliteit gebeuren natuurlijk altijd verkeerde dingen. Oh, baden, bed ik sajlo al bebe, o, shu, 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 ta. Ja, maar ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier. Ik ben hier, ik ben hier. Nee. Maar ik ben hier, ik ben hier. Saab. Nee. Ja, bed ik kam mahalet, maar spoot. Nee. اجوا كم مره لهون يعني على المخيم واخذوا اسماء لا لا يعني ما شفنا لا سجلون ولا اعطونا اثبات انه يكون اولادنا يعني اذا بدنا نروح لمطرح يعني ما بيثبت انه بنتي غير هاي الشهاده بس Here in Lebanon, I don't think that they will have a registration because many nationality came to Lebanon before, Palestinian people, and they didn't get anything. That's why for me it's kind of hard to work on it. So it's better for them to go to Syria and solve and make a registration and come back if they can. And if these families stay here for a longer period of time, what does that mean for the kids? It's dangerous somehow because he doesn't have an ID. If he wanna go like after in the future to go to school, university, whatever, he needs an ID. Even if in sickness case, like he wanna go to the hospital, he needs a paper. Yeah. And do people worry about that? They always worry about that. We zien steeds meer gevallen bijvoorbeeld van uithuwelijking van meisjes op veel te vroege leeftijd, worden van school afgehaald. Dus de kinderen, de nieuwgeboren kinderen die niet geregistreerd kunnen worden, is inderdaad weer zo'n voorbeeld van enorme zorg. Want we leven tegenwoordig in een wereld, er zijn ook verdragen voor, dat je dus het recht hebt op identiteitspapieren. Dus het is een vorm al, een begin naar stateloosheid. Heb je geen identiteitspapieren, kun je nooit een nationaliteit verkrijgen. Zie maar te bewijzen, als je ooit terugkomt beeld naar Syrië, dat je Syriër bent. Krijg je dan straks een hele groep soort grijze burgers die hier wel wonen, maar eigenlijk niet bestaan? Ja, dat is natuurlijk een risico. When it comes to refugees, Lebanon has a long history. As long ago as in 1949, the first Palestinian refugees crossed the border and settled in what was then the temporary refugee camp of Shatila. Now, 65 years later, many of them are still living there. Shatila has left a major scar on Lebanese history. Here in the 80s, thousands of Palestinian refugees were massacred by militias of the Lebanese Falange, while the Israeli army occupying Lebanon at the time stood by. The arrival of thousands more Syrian refugees in an area already overcrowded has led to even more tensions between the different factions in the camp. It is not only electricity, it is generators, cables for satellite, water. And in Burj Barajni camp, just to mention, during the last year, three last years, 42 persons were electrocuted and died. One of them is one of our sanitation laborers, and he didn't touch the electricity. He was just collecting the garbage and the magnetic field, by the magnetic field of the circuit breakers. I'll show how that, and he was died. One pregnant lady also. قلنا الأم العربية
سوريا الكندرة السلام عليكم. نعم، من وين في سوريا؟ في يرموك. يرموك. دمشق. نعم، دمشق. نعم، زرتها قبل الحرب. بعرف يرموك. نعم. لما دخل المسلحين على المخيم طلعت العالم من البيوت. ما طلعنا مع العالم احنا، وانا ما في البيوت اجار غالي ومصاريف. يعني دبرنا حالنا وجينا لبنان. وانا لقينا الوضع احسن وعائلات احسن الحمد لله عايشين. كم أولاد عندكم؟ أنا عندي 5 أولاد. 5 أولاد؟ نعم. عندي أنا 3 بنات وعندي ولد. نعم. كلهم بالمدارس؟ كان في عندي بنت بالمدرسة وقفت والله. نعم. وقفت؟ لا. سنة وقفت. وقفت حاليا. وقفت حاليا لأنه تعبنا مصروف من المدرسة مصروف وشيء. نعم. وضعنا مأساوي. إيه لا ما عندنا لأنه بيشتغل يوم وبيقعد شهر، هلا هاي له شهر وعشرين يوم قاعد، يعني عيشتنا عايشينا يعني الموت أفضل لنا. لا فيش محلات، ما في بيت بوسع 10 بحط 20 كيف بدي أعيش؟ هون أخذ هاي البلد. لما بيستأجر شقة $200 منين بيجيب $200؟ أنا قاعد ببيتي. الشعب السوري منين بيجيب الشقة $200 أو $300؟ منين بيجيب هاي؟ عمار بيجي تهريب، بيجي تهريب. هلا موسكو عم تبلش دب الطيران، بتبعت مناشير اطلع من بيتك. وين بدي اروح؟ ما بعلم إلا ربي. Libanon is een klein land, maar helaas zijn de dimensies van de crisis die Libanon moet kunnen managen op een gegeven moment zijn tamelijk regionaal en kunnen ze ook globaler worden als je alleen maar kijkt hoe Europa op de vluchtelingencrisis heeft gereageerd. Dus alles is wel met elkaar verbonden. En ik denk juist dat het belangrijk is dat we steeds meer naar dit soort landen op dit soort momenten kijken als een kwestie van een beetje eigen belang, maar vooral ook gedeelde veiligheid. Gedeelde kansen en een betere toekomst voor iedereen is dus ook beter, in dit geval voor Europa, ook voor Europa. Dus globaal is niet globaal, weet je, lokaal is niet lokaal meer. Dat bestaat al helemaal niet meer. Where does Lebanon go from here? We know that you've successfully managed to navigate the tide. It is often touted or referenced as resilience. Despite the painful memories of past conflicts which have withered through Lebanon. Hence, the international community is here, but we don't want to do it for you. We need to do it with you, at your request, against the priorities you have set. We, the people of the United Nations, we, the system, and of course, all member states, we should do more. We are here precisely for that purpose.